Nederland is een democratie. Het parlement maakt wetten samen met de regering. Wetten zijn afspraken. Iedereen moet de wet kennen en iedereen moet zich aan de wet houden. De rechter kent de wetten. Hij gebruikt de wetten. En hij spreekt recht in de rechtbank. Een rechter wordt niet gekozen, de rechter wordt benoemd. Hij is onafhankelijk. Na de verkiezingen houdt de rechter zijn werk en de wetten blijven hetzelfde. Alleen het parlement kan wetten veranderen. De rechtspraak staat boven godsdienst en politiek. De rechtspraak staat boven alles. Volgens de wetten mogen mannen met mannen trouwen en mogen vrouwen met vrouwen trouwen. Mensen mogen samenwonen zonder te trouwen. Een zwangere vrouw mag naar een kliniek gaan om haar ongeboren baby te laten weghalen. Ze mag abortus plegen. Iemand die niet meer beter kan worden, mag om euthanasie vragen. Samen met een dokter kan hij kiezen om te sterven. Een vrouw mag op straat de kleren dragen die ze mooi vindt en ze mag zelf een man kiezen. Een vrouw moet hetzelfde salaris krijgen als een man. Vrouwen en mannen zijn gelijk. Volgens de wet is het verboden om geweld te gebruiken. Ook in huis is dit verboden. Niemand mag kinderen slaan. Alleen de politie mag wapens gebruiken. Recht zoek je met woorden en niet met vechten. Ziet u dat iemand geweld gebruikt? Ga dan naar de politie of naar een meldpunt, bijvoorbeeld naar het meldpunt kindermishandeling, het meldpunt huiselijk geweld, het meldpunt seksueel geweld of naar het meldpunt ouderenmishandeling. Op de foto ziet u een rechter. Komen er na de verkiezingen nieuwe rechters? Nee, de rechter wordt benoemd. Politiek en rechtspraak zijn in Nederland gescheiden. Ja, want in een democratie kiest het volk rechters. Ja, want een nieuwe regering maakt nieuwe wetten. Er komen dan ook nieuwe rechters. Op de foto ziet u een rechter. Komen er na de verkiezingen nieuwe rechters? Nee, de rechter wordt benoemd. Politiek en rechtspraak zijn in Nederland gescheiden. Een meisje van 15 jaar mag niet naar school van haar vader. Hij wil dat zijn dochter trouwt. Hij zegt dat de vader. De baas is. Mag het meisje thuis blijven? Ja, want in zijn godsdienst is de vader de baas. Nee, ze mag zelf beslissen wat ze doet. Nee, volgens de Nederlandse wet moet een meisje van 15 jaar naar school. Een meisje van 15 jaar mag niet naar school van haar vader. Hij wil dat zijn dochter trouwt. Hij zegt dat de vader de baas is. Mag het meisje thuis blijven? Nee, volgens de Nederlandse wet moet een meisje van 15 jaar naar school. Een man. Slaat zijn vrouw. De rechter verbiedt de man om nog bij zijn vrouw te wonen. Hij moet in een ander huis gaan wonen. Moet de man doen wat de rechter zegt? Nee, de man is getrouwd. Hij mag bij zijn vrouw blijven wonen. Nee, in Nederland heeft iedereen het recht om zelf te beslissen wat hij doet. Ja. Hij moet de uitspraak van de rechter accepteren. Een man slaat zijn vrouw. De rechter verbiedt de man om nog bij zijn vrouw te wonen. Hij moet in een ander huis gaan wonen. Moet de man doen wat de rechter zegt? Ja, hij moet de uitspraak van de rechter accepteren. Een jonge vrouw is zwanger. Ze kan het kind niet opvoeden. Ze wil abortus kiezen. Mag dat in Nederland? Nee, dat is verboden in Nederland. Ja, ze mag abortus kiezen, maar wel volgens de regels van de Nederlandse wet. Nee, dat kan ze nooit zelf beslissen. Een jonge vrouw is zwanger. Ze kan het kind niet opvoeden. Ze wil abortus kiezen. Mag dat in Nederland? Ja, ze mag abortus kiezen, maar wel volgens de regels van de Nederlandse wet. Hoe kunt u het beste omgaan met mensen die anders leven of denken dan u? U leeft zoals u wilt. Zij leven zoals zij willen. U kunt toch met elkaar omgaan. U kunt met hen praten, zodat zij hetzelfde gaan denken als u. U kunt het beste helemaal niet met hen omgaan. Hoe kunt u het beste omgaan met mensen die anders leven of denken dan u? U leeft zoals u wilt. Zij leven zoals zij willen. U kunt toch met elkaar omgaan. Elke avond hoort u veel ruzie bij uw buren. De buurvrouw gilt. En haar man schreeuwt en slaat. Wat doet u? U belt de politie of een meldpunt. U schreeuwt tegen de buurvrouw dat ze niet zo hard moet gillen. U belt de ambulance. Elke avond hoort u veel ruzie bij uw buren. De buurvrouw gilt en haar man schreeuwt en slaat. Wat doet u? U belt de politie of een meldpunt. U ziet een jongen met een bal. Hij schopt de bal tegen uw winkelraam. Het raam is kapot en uw spullen ook. U bent boos. Mag u de jongen slaan? Nee, maar u pakt de jongen en trekt hem hard aan zijn arm. Nee, maar u pakt de bal en maakt de bal kapot. Nee, u vraagt aan de jongen hoe hij heet en waar hij woont. U raakt hem niet aan. U ziet een jongen met een bal. Hij schopt de bal tegen uw winkelraam. Het raam is kapot en uw spullen ook. U bent boos. Mag u de jongen slaan? Nee, u vraagt aan de jongen hoe hij heet en waar hij woont. U raakt hem niet aan. Mag een rechter wetten maken in Nederland? Ja. Nee, want dan krijgt een rechter te veel macht. Nee, want rechters hebben het veel te druk. Mag een rechter wetten maken in Nederland? Nee, want dan krijgt een rechter te veel macht.